Mijn naam is Peter van der Ploeg, ik ben directeur van Huygens Hofwijk en wij doen dit jaar met Hofwijk voor de vijfde keer mee aan de Landelijke Poëzieweek. Wij organiseren een wedstrijd die heet Dichter op Hofwijk en iedereen die zich een dichter voelt, kon de laatste 6 weken aan ons een gedicht opsturen. Het thema daarbij, wat hij moest gebruiken of zij moest gebruiken, was humor, dat is het thema van de Landelijke Poëzieweek, of wat hier op Hofwijk altijd mag, je mag je laten inspireren door Constantijn, Christiaan of de buitenplaats Hofwijk. Constantijn Huygens is natuurlijk een beroemde dichter. Constantijn Huygens was een dichter die niet in een ivoren toren zat te dichten, maar iemand die zich heel erg liet inspireren door alles wat in het dagelijks leven gebeurde. Hij maakte bijvoorbeeld heel graag gelegenheidsgedichten. Dus bij de geboorte of de dood van iemand of het aannemen van een nieuwe tuinman op Hofwijk. Hij vond dus dat gedichten deel uitmaakten van het dagelijks leven. Om dat een beetje te benadrukken, hebben wij aan 20 winkeliers in de Herenstraat in Voorburg, in het Huygenskwartier Voorburg, gevraagd of zij de shortlist aan gedichten, een van de gedichten uit de shortlist, in hun etalage wilden plaatsen de komende weken. Dat hebben zij toegezegd en we maken zo dadelijk een wandeling langs een aantal van die winkels, waarbij we zullen vragen aan de winkeliers of zij het gedicht in hun etalage zelf willen voorlezen. Ik ben Willem Visser. Ik ben de eigenaar van de Readshop in Voorburg in de Herenstraat. Ik draai deze zaak samen met mijn zoon, ook Willem, en we hebben een winkel voornamelijk voor boeken, tijdschriften en wenskaarten. Scheveningen. God reed op zijn scooter zomaar ergens heen. Hij had een eeuwigheid de tijd en de wind die had hij mee. Dag 2. Plots moest hij urineren, wat God vol overgave deed. Toen hij uitgewaterd was, was God omringd door zee. Dag 3. Na een tijdje dobberen wou God wel graag aan land, dus hij verhief vanuit het niets het Scheveningse strand. Dag 4. Het strand was woest en ledig, daarbuiten onverhard. Om weer te kunnen scooteren, griep God de boulevard. Dag 5. Nog was zijn schepping niet compleet, maar wat mankeerde er dan aan? Na heel lang wachten op zijn pils wist God de Scheveningse man. Dag 6. De man was woest en ledig en uitgesproken rauw. Om hem wat in te dammen, schiep God de Scheveningse vrouw. Tot slot sprak God tot beiden, ga heen en plant je voort. En daarna scheurde hij er met zijn scooter snel vandoor. Ik ben Reggie Kluit. Wij hebben 2 winkels, 1 in Voorburg, 1 in Delft. En wij zijn eigenlijk gespecialiseerd in alle functionele kleding, schoeisel en alles wat maar voor buiten gebruikt zou kunnen worden. De mens als superieure intelligentie. Wachten, kijken, wachten, kijken. Wachten tot je hond is uitgescheten. Met je hand in een plastic zakje. De warme stroom tussen de tegels. Uitpeuteren. De mens als superieure intelligentie. Ik ben Sari Ouwehand. Ik werk bij Klink Bakkerij in Herenstraat Voorburg. Dit is onze winkel. Uit elkaar. Mijn therapeut, een man, ging er goed voor zitten. Zijn stem daalde. Het zal beter gaan als jij, vrouw, ruimte leert innemen. Ik vroeg, heb je wel eens opgemeten hoeveel centimeter er tussen jouw linker en rechterknie zit, reizend in een sprinter, kijkend naar een toneelstuk, wachtend op een bus. Op die plekken kwam hij nooit, zei hij. Ik wel, keurig de benen over of naast elkaar. Ik doe nu als mijn therapeut. Voorlopig levert het spierpijn en vreemde blikken op. Ja, ik ben Hossein Erzaghi. Ik kom uit Afghanistan. Ik ben 6 jaar in Nederland. En ik ben nu zeg maar schoenmaker en mijn winkel is in Herenstraat in Voorburg. Geen humorist. Niet iedereen kent zijn beroep. Dus als hij zegt hij is een humanist, dat woord dat wel eens fout verstaan. Zo vroeg hem eens een jonge man, wat zegt u nou? Bent u een humorist? Waarop zijn antwoord kalmpjes was. Nou nee, dat niet echt. Maar ik hoop dat ik wel iets daarvan heb. Mijn naam is Inge Roos en ik ben eigenaar van kinderboekwinkel In de Wolken.
We zitten hier op de Herenstraat 167 in Voorburg. We verkopen hier boeken voor kinderen van 0 tot en met 86 jaar. Want iedereen blijft uiteindelijk altijd een beetje kind. Ik ben 7. Ik ben 7. Heb een hazenlip en kan niet goed rekenen. Ik ga naar een andere school. De nieuwe school is erg nieuw. Met oude banken en gangen met 100 deuren. Dit is wel een gewone school. Ik zat op een niet gewone school. Ik denk dat mijn hazenlip opvalt. Kinderen gaan me vandaag aankijken. Morgen zullen ze pesten. Maar ik ga ook naar een bokschool. Tussen kinderen zonder hazenlip. Weet je het nooit? Ik ga lekker leren. Met mijn lip komt het wel goed. Ik kan leuk lachen. Ik ben Ingrid. Ik heb sinds 3 jaar een lingerie speciaalzaak in de Herenstraat in Voorburg op nummer 123. En we zijn gespecialiseerd in grotere maten, maar we hebben ook hele leuke dingen in kleinere maten. Contactadvertentie. Onmogelijke man van zekere leeftijd laat golflinks liefst het links liggen. Raakt bij Britje van de Kaart. Heeft aan zeilen zeer het land. Vindt skiën leuk? Op tv. Loopt musea graag voorbij. Houdt van honden in een hok. Is allergisch voor Burberry broekpakken. Krijgt huiduitslag van André Rieu. Snapt een kleitablet beter dan een tablet. Wordt niet te vergeten met de dag vergeetachtiger. Zoekt, maar vreest haar niet te vinden. Een stuk, een jongere, mogelijke vrouw. Mijn naam is Cordien Ritter. Ik ben de hoofdmuseale zaken van Museum Zwaanstein. En ik werk ook voor Huygens Hofwijk. Museum Zwaanstein is het museum van kunst en cultuur aan de Vliet. We hebben hier een kamer met de prinses Marianne, de Romeinen en verder de kunst uit Leidschendam-Voorburg. Naamloos. Terwijl jij zachtjes neuriet en de wind mijn wangen streelt, denk ik aan mijn minnaar, die zich nu vast erg verveelt. Henk Jaan, met een A.